Morgen allemaal, welkom in Den Haag, welkom op het Binnenhof. De oproep van Mark Rutte is toch om af en toe dingen te organiseren voor kinderen en jongeren. En dus is er een speciale uitzondering voor het... Feestie! Nu! 2, 1, we zijn begonnen! We zijn hier in Den Haag bij de Ridderzaal. Met 15 kinderen zijn we hier dingen aan het doen over de politiek. Binnen hebben we een battle en een quiz gedaan. Ik moet ook wel zeggen dat de onderwerpen die de Tweede Kamer behandelt toch wel erg moeilijk kunnen zijn om daar echt al een mening over te hebben. Maar het is wel zeker iets om ook voor kinderen nu al in te verdiepen eigenlijk. Ik denk dat de jongeren een ander standpunt hebben en ander zicht hebben op een maatschappij en dat soort dingen dan volwassenen in de Tweede Kamer, zeg maar. Wat is democratie eigenlijk? Dat je gewoon, ja, dat je mening mag uiten en dat je zeg maar meer mag bepalen met wat er in het land gebeurt. Iedereen mag een beetje mee beslissen, dus het volk kiest het kabinet. Mensen mogen eigenlijk een beetje mee beslissen met wat er gebeurt. En dat vind ik heel erg belangrijk, want ik vind het belangrijk dat je mag zijn wie je bent en wie je wilt zijn. Ik vind dat het wel voor kinderen is, want kinderen hebben ook een mening over de politiek en hebben ook hele goede ideeën, want wij zijn later ook de toekomst. Op school leer je er niet echt iets over wat hier zeg maar allemaal gebeurt. En nu kan je gewoon wat leren in de vakantie. Ik heb dat nog niet echt veel op school gehad. En dat vind ik eigenlijk ook best wel jammer, want ik vind dit op zich best wel interessant. Ja, groepie. Wat dan? Oh, die is gewoon daar. Nou, gewoon. Dat is echt lang. Wat zijn we aan het doen? Een speurtocht met vragen over de politiek en dingen. En... ja. En over macht. Ja, en over moorden en over de Tweede Wereldoorlog. Zullen we voor die gaan dan? Ja, sorry. Kom. Ja. Kom. Ik vind het echt heel leuk en ik vind het gebouw echt heel mooi. En ook wel oud, maar dat is er ook wel. Dat geeft ook wel een mooi effect of zo. Dat het niet alles helemaal nieuw is. Ik wist niet dat het open was voor iedereen en zo en dat het echt helemaal zo'n rondje was. Ja, ik heb het wel op tv gezien, maar nooit in het echt. Maar ik had verwacht dat het groter zou zijn. Maar uiteindelijk, als je hier komt, dan is het best wel klein vergeleken met wat je dacht. Ja, ik ben er ooit een keer geweest met de basisschool in de jeugdgemeenteraad zijn we er ooit geweest. Nog 4 minuten moeten die kant op. Nou, ga even dan. Doei! Ik heb het ook net op tv gezien natuurlijk, de Ridderzaal en zo. En het is wel bijzonder om hier te zijn. Er worden overleggen gedaan over wetten en over de maatregelen, coronamaatregelen en zo. Meiden, hoe gaat het? En wat vinden jullie van Den Haag? Leuk. Ik vind het wel mooi en wel leuk, ja. Je staat toch eigenlijk gewoon op een plek waar dingen worden beslist. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Er wordt hier wel gedebatteerd voor onze vrede en vrijheid en alles. En ik vind het wel belangrijk dat kinderen er ook wat van weten. Dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder en raar om te beseffen dat hier gewoon eigenlijk bijna alles wordt bepaald van heel Nederland. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen ook weten wat er eigenlijk is en hoe het gaat met kabinetten zo. Ik denk ook gewoon, het is ook gewoon leuk om te zien, denk ik ook. Ik vind het wel fijn, want nu kan je ook met andere kinderen praten en hoef je niet alleen maar thuis te zitten voor een scherm of zo. Ik vind dat het echt al een hele lange tijd geleden dat we echt weer met een groepje iets kunnen doen. Want met corona kan je bijna niks en dat je dat nu kan doen is wel heel leuk. Zo, zo. Wat op riet komt. Breekgereedschap op brandblussers. En we hebben een debat gedaan. Het debat was wel grappig een beetje. Wanneer je andere mensen hoort wie had samengewerkt, was een beetje grappig. En dan leer ik ook wat de Tweede Kamerleden doen en zo. En de Eerste Kamerleden. Goed, als eerste wil ik graag naar voren roepen de fractievoorzitter van Partij Rood. Wij namens Partij Rood zijn voor het wetvoorstel. Ik vond het wel erg leuk om te zien hoe kinderen op elkaar reageerden eigenlijk. En dat je gewoon op een standpunt... kon reageren en ook hoe andere kinderen daarop gingen reageren dan. Ik bedoel, dan moeten de mensen met de belasting meer gaan betalen voor de bus, want de auto's blijven er nog steeds. Want je kan ook gewoon met de fiets. Ik wens jou veel succes met het fietsen van bijvoorbeeld Den Haag naar Friesland. Maar het was wel heel interessant en je leert ook hoe andere mensen denken. Ja, we hebben er nu ook wel wat meer over geleerd, dus ik vind die ook veel interessanter en zo. 85 stemmen voor en 65 stemmen tegen. Het wetsvoorstel is aangenomen.